Nieuw kunstwerk voor het kleine Remy, de resultaten van de politieke enquête en voorproefjes voor het komend seizoen. Dit is RTV Magazine. De kleurrijke herinnering aan Remy bij de skatebaan naast Kum is zondag overgeschilderd. Door wie of waarom is niet duidelijk. In ieder geval gingen graffiti-kunstenaars Piet Rauwehand en Martin Tjen maandag direct aan de slag om een nieuw kunstwerk te maken. Remy overleed op 20 november 2015 aan de gevolgen van een ernstig ongeval. Hij reed samen met zijn ouders en broer Dex over de N206 toen de auto op een andere auto botste. Hulpdiensten deden wat ze konden, maar Remy overleed een aantal dagen later in het ziekenhuis. Hij is 3 jaar oud geworden. Remy's ouders maakten de moeilijke beslissing om zijn organen ter beschikking te stellen. Remy heeft daarmee in ieder geval 2 levens gered. Ter nagedachtenis aan Remy werd op de skatebaan naast Kum een kleurrijk graffiti-kunstwerk gecreëerd door Pieter Ouwehand en Martin Tjen. Zondag werd het werk door iemand anders overgeschilderd, zoals dat wel vaker gebeurt bij de graffiti-muur. Pieter en Martin aarzelden geen moment en kwamen meteen in actie. Ook Remy's vader Dirk werkte maandag mee aan het kunstwerk voor zijn zoon. Remy zou op 3 juli 4 jaar zijn geworden. De afgelopen maanden stond er een enquête op de website van RTV Katwijk. We vroegen ons af hoe u tegenover 2 jaar Katwijkse politiek stond. Caroline van Egmond bespreekt de resultaten van de enquête aan tafel. Goedenavond, heren. En dat doe ik met meneer Van Hoogdalem, fractievoorzitter van de VVD. En meneer Wegink, fractievoorzitter van het CDA. Ja. We hebben 2 jaar nu achter de rug, nog 2 jaar te gaan. Een groot deel van de mensen die naar onze enquête zijn gegaan, die volgen de Katwijkse politiek. Zo'n 66%. Maar toch blijven ze zeggen, meneer Wegink, ze beslissen maar op die zeeweg. Ja, dat hebben wij ook inderdaad gezien bij die enquête. En ja, ze beslissen. Ja. Uiteindelijk moeten wij inderdaad beslissing nemen. Daar zijn we volksvertegenwoordiger voor. Maar natuurlijk proberen wij zo goed mogelijk te luisteren. Maar er zit ook een kritische kant. Ze beslissen maar, ze luisteren niet eens naar ons. Ja, nee, dat hoor je vaker. Ja. Maar wij als CDA-fractie staan altijd open als mensen met ons willen spreken. Als ze klachten willen doorgeven of punten onder de aandacht brengen. Staan wij altijd voor open. Ja. Meneer Hoogdalen, zo van nou, tijdens de verkiezingen komen ze. Maar daarna gaan ze het bankje in en dan doen ze maar. Ja. Nou, laten we het niet over iedereen hebben, maar laten we het vooral over hetgeen hebben waar de mensen denken op doelen. En dat is dat er een aantal hele belangrijke zaken, ik wil niet zeggen zomaar gedaan worden, maar ik krijg wel een beetje het idee dat er te weinig geluisterd wordt ook naar goede aanvullende zaken vanuit de oppositie. En ook de oppositie wordt het wel eens moe. Dat we het idee hebben van ja, wij willen ook graag iets meegeven aan het college. En er wordt gewoon niks aangepast. Heeft u het gevoel dat u tegen een gigantisch blok aan zit? Ja, ja. Hoe zit dat dan? U, dit is het blok. Dit is het blok. Hoe komt dat dan bij u over, als meneer Van Hoogdam dat nou zegt? Ja, ik herken me daar helemaal niet in. Wij staan als coalitiefracties staan wij altijd open voor inbrengen van de oppositie. Dat is ook juist het kenmerk van de Katwijkse politiek. Dat je aan het eind van de avond van de raadsvergadering altijd probeert om de grote gemene deler te vinden. En er zijn de afgelopen 2 jaar voldoende voorbeelden geweest waarin wij als CDA ook de hand hebben uitgestoken naar de oppositie. Denk aan de extra subsidie voor het oud- en nieuwfeest 2 jaar terug. En denk voor het hijsen van de regenboogvlag. Er zijn ook duidelijk voorbeelden dat wij als CDA ook wel een handreiking doen naar de oppositie. Dus ik ken me hier niet in. Ja, nou, het is heel makkelijk hoor. Dit zijn zaken waar de mensen nou niet echt wakker van liggen. Kijk eens even naar wat er gebeurt op dit moment met Tripodia. Een zalencentrum, ik denk misschien wel een heel groot gedeelte van Katwijk heel veel plezier aan beleeft. Dat wordt zomaar uit handen gegeven aan een club die zelf gaat bepalen en die vooral vanuit de eigen identiteit iets wil gaan doen. Dus daar gaat het de mensen over. Als het gaat over geld uitgeven voor het gemeentehuis, als het gaat over Airnet en waar Smart Village heel hard zijn best doet. Maar waar, snapt u? Dus ik kom niet aan met een vlag hijsen. En dat ging ook al niet erg makkelijk. CDA die had er nog moeite mee. En hij was nog zo weg ook. En hij was nog zo weg ook. Dus ja, ja, weet je, het is erg makkelijk. Ja. Het gaat om brede maatschappelijke discussies binnen de gemeente Katwijk. En laten we het daar eens over hebben met elkaar. We gaan even naar die enquête. En we laten ook nu ook wat taartpunten zien.
aan de kijkers thuis. En een van die taartpunten is van, ja, het is uw partijkeuze geweest. En we gaan nu eerst naar het CDA. Ja, het CDA, nou, een groot deel heeft helemaal geen spijt van de keuze. Maar, als ze over 2 jaar weer gaan stemmen, dan loopt er toch een deel over naar Hart voor Katwijk. Dat is misschien een dubbel, we zijn tevreden. Maar toch gaan we naar een andere partij, naar een lokale partij. Ja, ik ben ontzettend blij dat de meeste mensen, hè, die hebben deelgenomen aan de enquête en die op het CDA hebben gestemd, dat die daar tevreden over zijn. Ja, en degene die nu aangeven op iets anders te willen stemmen, die gaan wij natuurlijk proberen te overtuigen hoe de komende 2. Hoe dan? Door concrete resultaten te blijven boeken voor de inwoners van onze gemeente. Vergelijken ze het CDA niet veel met het CDA, de landelijke partij? Want hebben jullie daar last van? Ja, dat is altijd als je een partij bent die landelijk actief is en lokaal. Je hebt periodes dat je daarvan profiteert. En je hebt ook periodes dat je ook de wind tegen hebt. Maar dus is het CDA ook niet, zoals een lokale partij, laat nu Hart voor Katwijk of de lokale nemen, die zeggen gelijk bij een bepaald punt, daar gaan we voor. Het CDA is nogal zo'n partij die zegt, we willen toch nog even met onze achterban raadplegen. Het gedraai. Nou, de gedraai, daar ken ik mij niet in. Wij hebben een heel duidelijk verkiezingsprogramma neergelegd de afgelopen 2 jaar. Daarvan zijn heel veel punten in het coalitieakkoord. Maar zou dat niet komen van, ja, we willen wel ja zeggen, maar we willen toch nog even naar de achterban voordat we echt ja zeggen. En Hart voor Katwijk of andere partijen zeggen gelijk ja. Nou, of zeggen heel vaak nee. Of zeggen nee, maar ja, die stemmen heel vaak tegen. U bent wat aarzelender. Nee hoor. Toch niet? Nee, wij zijn heel zelfverzekerd. Meneer Van Hoogdaam gaat lachen. Herkent u dit? Ja. Oh, je vraagt dan niet om voorbeelden, zeker? Nee, nee, ja, ja, ja. Ik herken ja. dat. Hè. En het is niet mijn taartpunt die je net hebt laten zien van nu. De VVD. Maar zullen we daar naartoe gaan dan? Maar goed, in ieder geval, het feit dat mensen geen spijt hebben van de keuze, ja, is ook dat u het goed doet. Daar zijn we blij mee, dat vertrouwen er nog altijd is. En daar werken we elke dag heel hard aan. Ja. We gaan naar de taartpunt van de VVD. Die hebben voor de helft geen spijt. Het wordt er denk ik zo al in. Maar wat minder mensen die tevreden erover zijn. Een deel stapt ook over naar een lokale partij. En ook een deel zegt, ik ga helemaal niet meer stemmen. Nee, dat vind ik nog eigenlijk het ergste. Hè, dat er mensen op dit moment zijn die zeggen, joh, ik ga daar een andere partij toe. We zien nu even het taartpunt. Ja. Dus links is van het blauwe, we zijn tevreden. Ja. Rood, niet tevreden. En als we naar de rechter taartpunt kijken, groen. We blijven bij de VVD. Blauw, we gaan Hart voor Katwijk. En zwart, toch een aardig deel, we gaan helemaal niet stemmen. Nee, heel triest. Heel triest. En ik hoop niet dat dit komt door onze deelname in deze raad. Wat ik wel altijd heel erg lastig vind, is dat je vanuit de oppositie, dat je toch moet proberen om wat zaken voor elkaar te krijgen. Nou, dat is lastig. En de VVD is wel een partij die probeert echt wel mee te doen. Hè? Dus wij proberen echt onze bijdrage te hebben. Daar doen we ook ons best voor. Ze zeggen nu Hart voor Katwijk. Heeft u dan last van het feit, misschien nog last, dat mevrouw Van Ginkel nu een eigen partij heeft? Nou, kijk, je hebt van iedere partij last. En van mevrouw Van Ginkel heb ik persoonlijk geen last. Maar wellicht zou het makkelijker zijn. En misschien moeten we wat leren van mevrouw Van Ginkel. En dat is gewoon dat we misschien ook wat meer one-liners, en dat we geen programma meer op moeten stellen. En gewoon maar eens overal tegen gaan zijn. En gewoon met het publiek mee. Ik wil dat een klein beetje. Ik breek even in, want anders hebben we geen tijd meer voor de andere taartpunten. Het zou jammer zijn. Ja. We gaan even het college, het functioneren van het college. Daar is ook niet iedereen blij mee. We gaan even kijken wat de CDA-stemmers daarover zeggen. Die plannen van het CDA, van het college, vallen niet altijd in goede aarde. CDA maakt deel uit van het college. Hoe ziet u dat? Hoe komt het op u over dat veel mensen zeggen, we zijn daar helemaal niet blij mee? Nou, ik zie dat bij de CDA's die hebben deelgenomen aan deze poll, dat die overwegend wel tevreden zijn. Maar ook een deel niet. Nee, nou ja, kijk, het zijn 99 punten in het coalitieakkoord. En er is niet uitgevraagd van welk plan vindt u dan, waar bent u dan tevreden mee, waar bent u minder tevreden mee. Dus dat is heel lastig te zeggen. Ja, meneer Van Hoogdalem, bij de VVD zijn mensen niet tevreden. Over het college, Maar goed, dat kan ik wel snappen. Ja, dat is een inkoppertje. Ja, dank u wel. Oké, fijn. Ja. Dan, nou, 1-0. Ja. We gaan naar vraag 3, de taartpunt 3. En dat heeft wel te maken met de verkiezingsbeloftes. Mm-hmm. 2 jaar geleden zijn jullie allemaal voor die verkiezingen gegaan. Prachtige partijprogramma's geschreven. Maar bij de CDA is de helft tevreden.
die zegt, nou CDA, er zijn altijd nog een paar punten waarvan we denken, waar komen jullie nou mee? Kom op. Ja, dat klopt. Dat herkennen wij ook. Hoe komt het nou dat jullie daar dus niet, maar dat geldt ook voor de VVD, hoe komt het nou dat jullie daar dus niet mee niet aan toekomen of überhaupt niet inlossen? Nou kijk, we zijn halverwege de periode en komende donderdag praten we in de gemeenteraad ook over de stand van zaken van, hè, van het coalitieakkoord. Van die 99 punten zijn er al ontzettend veel zijn er of uitgevoerd of zijn in uitvoering. Bijvoorbeeld, we hebben besloten over de inrichting van het centrum. Er komt een nieuw zwembad. Er komen veel meer betaalbare woningen, zowel in de koopsector als in de huursector. Valkenburg heeft zijn dorpshuis gekregen. Allemaal dat soort dingen. Daar zijn besluiten over genomen, die komen eraan. Maar inderdaad, er blijven ook nog wel dingen over te wensen. Bij de VVD net zo? Ja, dat is helemaal niet gek, hè? Wij zitten namelijk niet in het college. Dus als we onze verkiezingsbelofte waarde willen maken, hadden we daar moeten zitten. En dus ik zou eerder zeggen... Maar van, dan ligt er heel veel werk voor u. Ja, maar ik denk dat voor iedereen... Want het grappige is, en daar hebben we het even niet over... als we kijken naar de andere coalitiepartijen... dat eigenlijk de eigen achterban bijzonder ontevreden is. Dus ik zou eerder zeggen van... die hebben behoorlijk wat werk te doen. En voor ons is de volgende verkiezingen is werk aan de winkel... om te zorgen dat we wel op het plus komen. We gaan even afsluiten. Als ik kijk naar de komende 2 jaar... dan is er voor jullie allemaal heel veel werk aan de winkel. We hebben ook gevraagd, wat gaan jullie stemmen? Dan blijven jullie allebei gelijk. Ja. Voor een groot deel blijven jullie gelijk. Dat is voor het CDA misschien wel gelijk blijven, maar leg daar aan. Wat doet het volgend jaar 2017 de Tweede Kamerverkiezingen? Daar hebben jullie er last van. Nou ja, in de landelijke peilingen staan we goed. Maar wij gaan als CDA Katwijk uit van onze eigen kracht. Dus ook van onze eigen verkiezingsprogramma. En een goed team mensen. Maar ze zitten weer in de lift. Wij zitten weer in de lift. Dus dat is hoopgevend. Ja, maar ik vind dat we lokaal ook zijn we goed bezig. We hebben een ontzettend mooi team mensen. En we blijven elke dag gewoon presteren en resultaten boeken voor de mensen. Meneer Van Hoogdalen, last van het Rutte? Als Rutte nou zegt... Nou, ik denk dat we allemaal geluk hebben met Rutte. Want het is volgens mij nog nooit gebeurd dat we zo snel de troep van het CDA opgeruimd hebben in Nederland. En dat we met z'n allen alweer wat positiever kunnen kijken. Dus als Rutte wederom, als hij beloond wordt... voor het goede beleid, dan hebben wij er ook plezier van. Ik vind het wel jammer hoor, die uitspraak, de troep van het CDA. Want bij de meeste kabinetten Balkenende zat de VVD in de regering. Dus vind ik een beetje jammer. Het waren er wel 7 in 8 jaar. Blijf naar de kiezer gaan. CDA doet het volop. VVD, CDA is overal bij. Kippenloop, je kan het niet gek bedoelen. Ja. Ze zijn er. Waar is de VVD? Die is er ook bij, want wij stonden op diezelfde foto met het CDA bij de kippenloop. Nou, blijf het best doen. Jammer dat je hem gemist hebt. Ja, heb ik weer gemist. Ja. Ik wens je veel succes de komende 2 jaar. Dank je wel. En we komen elkaar vast nog tegen. Graag. De Katwijkse Drankfeest staat 125 jaar. En dat wordt dit jaar dan ook groots uitgepakt om het jubileum te vieren. Het TV Katwijk zocht een aantal oud-brandweerlieden op en haalde herinneringen met hen op. De brandweer van Katwijk bestaat dit jaar 125 jaar. Dit gaat onder andere gevierd worden tijdens de najaarsfeesten in Katwijk aan de Rijn. In de oude brandweerkazerne aan de Schoolstraat ontmoeten wij een aantal brandweermannen van toen. Nico Haasnoot haalt de verhalen van weleer op. Mijn eerste uitruk was naast de Gruiter. En na mijn eerste opleidingsmomenten, want ik had mijn diploma's nog niet, toen had ik razende haast om het voertuig uit te rennen. En toen zeiden ze rustig aan Haasnoot, want er is een verkenner met de bevelvoerder aan het kijken waar de brand is. Dat was in een soort slop of een dammetje. En toen bleek later dat iemand had daar brand gesticht, maar dat was al uit. En ik dacht toen het brandalarm ging, grote rookwolken en een vuurhaard. Maar dat moest ik nog leren. 9 van de 10 gevallen liep het wel los. Wij gingen vroeger op verkenning, als er brand was. En dan moest je dus de traptreden tellen. Je moest de kapstokhaken tellen. Je moest de deuren tellen. Je moest de afstand meten. Allemaal dus, zeg maar, met perslucht op. En laat ik zo zeggen... geen geleiding, maar nu gaan ze met een dun kabeltje. Als ik nog denk bijvoorbeeld aan die boot die in brand stond en dat ik de volgende ochtend nog eens ging kijken. En dat toen iemand naast me stond en toen zei ik, ja, die hebben we gisteravond geblust. En toen zei hij, bent u van de brandweer? Ik zei, ja, ik heb die boot geblust. Toen zei hij, die boot is van mij. Waar heb jij mee geblust? Met gas? Nee, ik zei, met water. Toen zei hij, dat heb je knap gedaan. Hij zegt, want die boot die is niet verwrongen doordat hij bijvoorbeeld te veel water heeft gekregen. Je hebt zuinig en netjes gespoten. En ja,
je moet ook weten om te gaan met je water. In de Zuidstraat precies eender, ik zie me nog naar boven rennen, ik verloor mijn handschoen. Dat is met een kleinigheid, maar ik had wel een verbrande hand. En ik doe de deur open, nog niks aan de hand, ik zie de vuurhaard, ik ga spuiten, ik krijg een lauwe stoom. En die handschoen die zat er niet en die hele onderkant, dat was één grote blaar. Geeft niks. Maar toen kwam de eigenaar van het huis naar me toe en die zei toen, mag ik even kijken achter mijn bed? Nou, dat mag eigenlijk niet. Ik zeg, maar waar is dat voor? Ik zeg, heb je daar wat verstopt? Toen zegt hij, ja, niet verstopt, maar daar heb ik een enorme muntenverzameling. Hij zegt, wil kijken of dat nog in orde is. Piekfijn in orde. De mensen konden er zelfs nog wonen. Daarna. Leuk. Maar één kamertje, helemaal verbrand en de rest niet. Maar niet maar sproeien en spuiten en denken bij je eigen, is je al uit? Nee, kijken naar een vuur, daar brandt het nog, daar brandt het nog. Even wachten, even het effect, altijd jezelf beheersing bewaren. Ja, ik vond het heerlijk. Oud-brandweerman Huig Kuit zat letterlijk wel erg dicht bij het vuur. Hij woonde namelijk jarenlang naast de brandweerkazerne aan de Schoolstraat en was dan ook altijd snel paraat. Ook hij heeft mooie herinneringen aan zijn tijd bij de brandweer. Mijn eerste brandje was een politiebureau, 's nachts. En dat was mijn eerste brandje. Dat was een maand of twee jaar, ik zou je met de brandweer. Toen waren de uitdrukken nog niet zo druk als nu. Maar van alles en nog wat meegemaakt met toestanden. Begin, ja goed, daarna ging je op cursus. Ging je leren voor eerste klas, tweede klas. Of brandwacht en, enzovoort, enzovoort. Bent u ooit bang geweest? Ja, er is een nood op de Rederijstraat. Was de brand in een soort koelstel. Toen de deur open ging, zagen we ineens vlammen voor ons. Oh jee, moeten we daar naar binnen? Maar voor de rest viel het van mij over het algemeen. Ja, bang, bang. Je bent voorzichtig en dat moet je blijven. De allereerste brand was toen de tijd NEP, wat dan PP geworden is. Ja. Dat was hier op Katwijk de grootste dan. En dan de hele grote bij Sikkers. Ja. Die hebben we mij eigenlijk ook geweest. Dat zijn branden die je dan ook bijblijven? Ja, in feite wel. Ja. Vooral omdat je naderhand, exact 20 jaar, NEP of PP afbranden. Het was precies op de datum 20 jaar af. En dan hadden we een kleine huisje, een rederijshuisje ernaast. Die hebben we toen kunnen sparen. En nu hebben we weer gespaard, maar dat hebben ze gesloopt helaas. Hier ben ik begonnen met op uitdrukken. Dus nu gaan de deuren automatisch. Maar toen moesten ze hem omhoog drukken. Zo'n kanteldeur was het. En dan had je een houwertje. Dat die buis in moest. En als je geluk had, lukte dat in één keer. En als je pech had, stuitte die deur om en stond je hem weer. En onderaan zat de wagen vol. Ja, dan moest de deur nog even open. Dan moest de deur nog verder open. Nou ja, je gaat toch, zit je goed, je telt je laptopje. En dan ga je op P2000 even kijken waar ze naartoe gaan. En dan ga je toch volgen wat er. En op Katwijk Actueel, of je daar wat vinden kan. En of. Bollestreek.nl. Dus je volgt het wat dat betreft nog wel? Dat blijf je toch volgen, ja. 125 jaar brandweer in Katwijk is ook meebeleefd door oud-brandweerman Gerard Schaap. Aan de hand van de fotowand in de oude brandweerkazerne aan de Schoolstraat kijkt hij terug naar een aantal roemruchte branden uit het verleden. Dit zijn foto's van de chemische industrie Katwijk. Hier heeft 's nachts een zware explosie plaatsgevonden. Want er was een nachtploeg en die had waarschijnlijk een foutje gemaakt. Er is een ketel geëxplodeerd. En het was een enorme knal, want dat zie je wel, met het gelijk daarna een brand. En die explosie sloeg de muur hier naar buiten en de balken gingen door de lucht. En die staken een paar balken bij zeg maar de garage van Dolf Tuin, waar nu de Digros is, dwars door het dak heen. Ik was op visite geweest bij een vriend en was een beetje laat geworden. Ik lag een uurtje in bed en toen ging de pieper tegen 3 uur. En ik ben nog nooit zo snel geweest, want ik had de eerste wagen. Met
Willem Nijg als bevelvoerder. We zijn naar het kanaal gegaan. Daar konden we niks ontdekken. Toen zijn we naar de tramstraat gegaan en daar stond een tweede wagen van ons. Toen zijn wij weer teruggegaan en toen zijn we aan de zijde van de Prins Hendrikkade zijn we naar binnen gegaan. Maar er was zo'n herrie en zoveel explosies. Toen is de aanvalsploeg is teruggekomen. En die waren net buiten. Toen sloeg die hele deur, zo'n opvaaldeur, die sloeg er helemaal uit door een explosie. Dus toen wisten we dat het raak was. Dit is de brand op de Varkenvissenstraat, de oude Oranje School. Die was helemaal leeg, want er zou afgebroken worden. En daar is toen brand ontstaan, waarschijnlijk wel brandstichting. En dat was op een zaterdagavond. Dus dat was allemaal hout, dus dat brandde flink. En die was moeilijk uit te krijgen, omdat we dachten, nou, het is een slooppand. Daar gaan we geen mensen aan opofferen. Dit is het oude pand van Zwitser. Daar zat gebroeders Opdam, de autosloperij zat daarin. En daar zijn we ook niet naar binnen gegaan, want er was niemand. En ja, de ratten die daar liepen, die hoef je niet te redden natuurlijk. Kort nadat ik natuurlijk met leeftijdsontslag gegaan ben, dan kietelt het wel hoor. Als je dan de wagen hoort gaan, dan denk je, verrek, waar gaan ze naartoe? Maar ik heb veel branden meegemaakt, ja. Welke is u het meest bijgebleven? Parodiet van de Plas. Dat was de grootste, ja. Dat was de grootste. Die heb ik niet willen missen. Nee. Dit is de laatste uitzending van RTV Magazine van dit seizoen. En vanaf september gaan we verder en komt er elke maand een reportage in het magazine. Die wordt gemaakt door Adrie van Belen bij ons aan tafel. Adrie, wat ga je doen? Dat was trouwens volgens mij in 1971, die brand van de Plas. Dat kan ik me nog herinneren. Mijn geboortejaar. Vanaf de snelweg zag je de rook boven Katwijk hangen. Okay. Maar dit, even wat anders. Wat ga ik doen in september? Ik ga in september... Kijk, dan moet ik even dit laten zien. Weet je wat dit, ja. Weet je wat dit is? Ik ben hier in Rome op vakantie geweest. Daar werd ik mee doodgegooid. Daar ben je er gek van zeker? Ja, al die verkopers. Ja, kijk, er zijn mensen die het nog niet weten. Maar hier kan je dus je mobiele telefoon in doen. En dan kun je jezelf fotograferen of filmen. Een selfie-stick, ja. Nou ga ik niet de hele dag dat ding lopen, maar ik wil in het programma een stukje van 5 minuten, 10 minuten filmen waarin ik me verbaas over dingen in Katwijk. Of dingen die ik bewonder, of het kan alle kanten op. Het kunnen boeken zijn, het kan muziek zijn, maar het kan ook actualiteit zijn. Bijvoorbeeld nu zitten we met de Brexit, hè? En dan vraag ik me af, waarom doen we eigenlijk geen Craxit? Dat Katwijk gewoon uit de KRV stapt, de politiek warm maakt voor een referendum. En dan ga ik op pad met die stick en dan vraag ik misschien aan mensen wat ze daarvan vinden. Maar ik kan er ook mee naar het Katwijks Museum. Het is gewoon al naar gelang wat in mijn hoofd vliegt, dat breng ik dan. En dan is het aan de mensen hier bij RTV om het een beetje in te korten. Ik heb nog niet... de gave om zelf zo'n filmpje in elkaar te zetten. Mijn dochter weet heel goed hoe dat kan. Mm-hmm. Dus misschien leer ik het even van haar. Ze zijn daar hier ook niet zo blij mee, volgens mij. Want het is toch, ja, het is een beetje het goedkope werk. En plak, 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 knip, 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 achter elkaar. En dan straks zijn die jongens allemaal werkloos. Dus we gaan dat niet te veel uitdiepen. Mm-hmm. Maar zo'n 5 minuten, ik zie het als... En ik denk ook jullie, mm-hmm. als een soort experiment. Nou kennen we jou op tv met een serieuze kant als je het belicht, ook van een komische kant. Ja. Welke categorie mag ik dit scharen? Nou, volgens mij kan dat allebei. Het kan serieus zijn, maar als het moet ook komisch. Of nee, meer als het moet serieus. Dus ja, dat geen typetjes, meer Adrie zoals die is? Meer Adrie zoals die is. Ja, ik blijf wel mezelf, probeer ik zoveel mogelijk, want... typetjes, dat hebben we, daar hebben we andere programma's weer voor. Ik vind, je moet dat een beetje gescheiden houden. Maar heb je al een beetje nagedacht verder over gasten, over locaties? Of heb je zoiets van, nou, ik ga gewoon straks op pad. Ik ga zien wat het me brengt. Ik ga er dus de hele zomer over nadenken. Dus het is eigenlijk nog zo fris, groen, pril. Dat ik dat eigenlijk... Nou ja, wat ik net tegen je zei, dat heb ik dan een beetje voor ogen. Maar ik ga er deze zomer wat onderwerpen...
bedenken. En dan ga ik kijken vanaf, want het is één keer per maand. Dus we gaan gewoon een seizoen doen. Ik denk dat ik dan aan 10 afleveringen kom. En dan gaan we kijken of het leuk is of niet. En als het niet leuk is, stoppen we er weer mee. Het is in ieder geval nieuw. En ik heb het is heel nieuw, want het is nog nooit gevlogd bij de vlog. Nee. De vlogvlog. Nee, de RTV, sorry. Dat is een tijd terug, hè? Het is RTV. Ja, maar ik kan me ook voorstellen, met zo'n selfie kan je ook een monoloog houden. Ja, nee, precies. Dat, ideeën borrelen al helemaal bij mij op, maar het is de bedoeling dat het natuurlijk bij jou op borrelt. Ja, een monoloog en dan een toespraak wat jij allemaal vindt. Ja, dat zou ook nog dat kunnen. Dat zou een soort column. Ja. Column bij mij thuis. Ja, dat kan ook. Kortom, het kan eigenlijk alle kanten op. Politiek, cultureel, infotainment, Roepert en we gaan er mee maken. Het is eigenlijk de wereld volgens Adrie. Nou denk ik niet dat de mensen per se op mij zitten te wachten. Maar ik denk wel dat ik een aantal dingetjes weet en interessant vind. Die de kijkers wellicht ook interessant vinden. Dus waarom niet? Niet wachten. September is het zover. Dan kom je één keer per maand hier in het RTW Magazine. Ja. En heel veel succes met het borrelen en opborrelen en nadenken in de zomer. Dan gaan we eerst lang aan het strand liggen en dan borrelt het misschien wel. Dan gaat het vanzelf goed komen. Okay. Bedankt voor je komst. Ja, bedankt. Het voetbalseizoen zit er nog maar net op, maar sommige clubs zijn alweer druk bezig met hun voorbereiding. Tussendoor is er ook tijd voor ontspanning. Zoals gebruikelijk organiseert de site leidenamateurvoetbal.nl als afsluiting van het seizoen een evenement. En dit jaar alweer voor de 5e keer. En dus was het tijd voor een klein feestje op het sportpark van FC Rijnland. Met vooral veel bekende en minder bekende gezichten uit de regionale voetbalwereld. Maar er werd ook gevoetbald. De finale van de Koetshuis Cup met FC Rijnvogels tegen Lugdunum. We zijn heel klein begonnen en dan moet je er eerst doorheen zien te komen de eerste 2 jaar. Dat lukte en toen hadden we het idee van nou, misschien zijn er nog veel meer mogelijkheden. En we zijn gaan uitbouwen met een geweldig team. En nu bestaan we opeens 5 jaar en is het flink drukker geworden. Maar hier staat een gelukkig mens voor je. Vanuit de gemeente Katwijk zijn Rijnvogels en Valken bij jou aan boord gestapt de afgelopen jaren. Voor beide clubs een seizoen van hetzij vreugde, hetzij verdriet. Ja, het lag nogal erg ver uit elkaar. Rijnvogels natuurlijk met een fantastische ontknoping van het seizoen. Ik mocht er 2 keer bij zijn in Assen en in Katwijk. Ja, geweldig dat die club het heeft gered. Ik heb er altijd hele fijne contacten gehad. Warme club. En ja, als je dan op dat soort feestjes mag zijn, is dat geweldig. Valken 68, ja, ik had gehoopt en verwacht dat ze zouden redden op het slotstuk. Nou, dat is helaas niet gelukt. Toch wel een jaartje die je dan inlevert. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat uiteindelijk binnen een jaar weer goed gaat komen. En zeker met de bevlogenheid van Arie van Duinen en Jack van Staalduinen moet dat daar ook goed gaan komen. En dat past ook enorm bij het complex wat enorm opgekalfaterd is. Ja, Valken moeten gewoon zo snel mogelijk terug in de eerste klas. Als we kijken naar de bezetting nu in de derde divisie, 3 clubs uit de gemeente Katwijk, Rijnsburgse Boys, Quick Boys en FC Rijnvogels. Wie schat jij op dit moment hoogst in voor volgend seizoen? Dat is een lastige. Ja, ik verwacht. Ja, je zou op papier in ieder geval Rijnsburg, daar mag je wat van verwachten. Ik denk dat ze wel een paar aardige spelers erbij krijgen. Ze leveren natuurlijk ook wel wat in, maar zeker een jonge Nelen is natuurlijk een absolute aanwinst. Quick Boys ben ik heel benieuwd naar hoe die zich een niveautje hoger gaan staande gaan houden. Het is nog redelijk rustig bij Quick Boys op het gebied van inkomende transfers. Dus ik ben wel benieuwd wat daar nog gaat komen. Zeker nu Thijssen vertrokken is. En dat is dus even de vraag hoe zij zich nog gaan versterken. Maar ik denk wel dat er nog versterkingen nodig zijn om daarin echt een prominente rol te gaan spelen. En tot zover deze RTW Magazine, de laatste van dit seizoen. Zaterdag kunt u alweer luisteren naar RTW Magazine op de radio. En voor meer lokaal nieuws gaat u naar rtwkatwijk.nl. We gaan even met vakantie, maar vanaf september is RTW Magazine weer vol frisse moed terug met nieuws en actualiteiten. We wensen u een heerlijke zomer. Tot ziens.